Ik wil dat mijn huis er niet alleen goed uitziet, maar ook goed voelt. En goed is voor mijn gezondheid op de plek waar ik gemiddeld 7 tot 8 uur per dag doorbreng. Mijn slaapkamer. Hallo, vandaag ga ik op zoek naar hoe ik mijn slaapkamer gezonder kan maken met slechts een kleine, relatief goedkope aanpassing. Ik hoop daarmee een beter binnenklimaat te creëren die bijdraagt aan een goede nachtrust. En daarmee dus mijn wooncomfort direct vergroot. Al in de 80e jaren deed NASA onderzoek hoe ze bewoning in de ruimte mogelijk konden maken, vooral in cabines die eigenlijk heel erg afgesloten zijn. Daar kan je natuurlijk niet zomaar een raampje open doen en er staan allemaal machines in die ook nog schadelijke stoffen afgeven. Dus hun vraag was, hoe kan je die giftige stoffen neutraliseren en tegelijkertijd zorgen voor schone, frisse lucht? Het antwoord zat in planten. En tenzij je altijd met open ramen slaapt, is de slaapkamer in veel gevallen ook natuurlijk een soort afgesloten ruimte. Dus ik wil de kennis van de NASA gebruiken om te kijken hoe ik het binnenklimaat van mijn slaapkamer kan verbeteren. En ik heb begrepen dat de voordeel van planten niet alleen gaat over dat ze zuurstof afgeven en dat ze lucht zuiveren, maar dat ze ook de vocht reguleren in een kamer. Waardoor je 's nachts minder last hebt van droge ogen, droge neus, je allergieën of gewoon luchtwegproblemen. Echter, ik leerde ook dat heel veel planten hun luchtzuiverende werk in het licht doen en niet als het donker is. Vandaar dat ik op zoek ging naar speciale planten die 's nachts en in het donker voor mij hun werk doen. Dus op naar de experts. Hi, ik ben hier bij Tuincentrum Rebel en Menko die gaat mij helpen met een top 5 van de planten die 's nachts hun werk doen. En waar je in je slaapkamer meteen profijt van hebt. Nou, Menko, vertel maar. Ja, nou ja, goed. Welkom op het Tuincentrum. Wij staan hier bij een tafel eigenlijk een beetje als de Air So Pure planten. Air So Pure. Air So Pure planten. Dat houdt in dat ze luchtzuiverend zijn. En vooral 's nachts dat ze eigenlijk ook het meeste hun werk doen. Vooral de schadelijke stoffen weer omzet in schone lucht. Dus echte gezonde planten noemen we dat. Daar ging het om. Als wij een beetje een top 5 moeten samenstellen wat bij ons dan het meest verkochte plant voor een slaapkamer is. Hè, dan hebben we hier even wat staan. Nou ja, we kennen het allemaal een beetje. De spatifilum. De spatifilum. Het is een leuk bloemetje, hè, als je een bloeiende plant wil. Ja, leuk, ja. De chlorophytum komt ook weer helemaal terug. Oh ja. Ook leuk bont. Een beetje ouderwetse planten. Ouderwetse planten. Ja, leuk, mooi. He, wat ook eigenlijk weer een beetje de hele ouderwetse oude tuttenplant van vroeger, de Belgische plant, de vrouwentong. Die doet ook heel erg zijn best, weet dus heel veel mensen niet. Sansevieria, hè? Die zie je inderdaad in België inderdaad overal. Maar die doet ook zijn werk, dat weet heel veel mensen niet. En het is toch wel leuk dat hij daardoor ook weer helemaal terugkomt op de markt. Heel weinig verzorging trouwens. Nou ja, goed. En alle soorten varens, waaronder ook de blauwvaren. Deze is mooi, hè? Prachtig blad, hè? Blauwvaren. Zinkvaren, bedoel ik. Stinkvaren? Zinkvaren, blauwvaren, zinkvaren. Air So Pure. De Air So Pure. Ja, goed, we staan natuurlijk ook bij een palmen. Alle soorten palmen doen ook, hè. Als een beetje een oerwoudachtig. Maar dan heb je wel ruimte in je slaapkamer nodig. Maar ja, dat uiteraard. En zoek je planten een beetje voor schaduwplekken, dan zijn deze Calatheas uitermate geschikt voor donkere en schaduwplekken. Okay. Hey, en je had ook nog een hele speciale plant, zei je? Ja, die heb ik ook nog. Nog een andere tip. Mochten de mensen heel erg snurken, dan hebben we tegenwoordig de ananasplant. Ook een goede plek voor in de slaapkamer. En die is tegen het snurken? Ja, dat zeggen ze. Die geeft een stofje vrij en dan zeggen ze dat je niet meer snurkt. Dus wie weet helpt dat. Okay, dus gaat het niet eens of zozeer om, laten we zeggen, schone lucht of zuivere lucht? Dan is het misschien wel om je partner gewoon stil te houden. Ook dat, ja. Mensen. Als je nou interesse hebt in het verbeteren van je slaapkamer, in het binnenklimaat van je slaapkamer, ga naar het Tuincentrum, vraag Menko en die kan je ongetwijfeld adviseren om je kamer niet alleen prachtig en mooi en aantrekkelijk te maken, maar ook een stuk gezonder te maken. Dankjewel, Menko. Graag gedaan. Een betere nachtrust draagt bij tot meer uitgerust zijn en energieker overdag. Dus ik ga van mijn slaapkamer een gezondere kamer maken. En daar gaat deze jongen mij mee helpen. En als je hier nou ook mee aan de slag wil, ga dan op zoek naar planten die 's nachts hun werk doen. En kom je niet helemaal uit, laat je dan adviseren bij je lokale tuincentrum. En zo sleutel jij aan je eigen woongeluk. Heb je nou zelf ook een plantentip die bijdraagt aan jouw woongeluksgevoel? Laat het dan achter in de comments. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.